We gaan verder aan het dagprogramma. Eerder hebben we al gememoreerd dat deze dag, deze kennisdag, in het teken staat van samenwerken. Samenwerken krijgt vorm. Samenwerken heeft vorm, zou ik haast zeggen, Siebe. Siebe Schaap is nu aan de beurt. Ik spreek hem geloof ik vandaag maar aan als voorzitter van de Unie. Hè? Dat is altijd lastig, even kijken of er Pet hier op heeft. Maar hij, vast is hij vandaag voorzitter van de Unie van Waterschappen. En Siebe zal met name ingaan op de betekenis van die samenwerking. Ik ben wel benieuwd, want de titel is aangekondigd als de prijs van het samenwerken. Het woord prijs, dat kan je op verschillende manieren interpreteren. Dus ik ben benieuwd welke betekenis hij eraan geeft. En het lijkt me handig als iemand me even helpt om te zorgen dat er goede presentatie voor staat. Het woord is aan Siebe Schaap. Ja, bedankt voorzitter. Ik heb de prijs van samenwerking gelijk ook maar vertaald. In de winst van samenwerking, ik denk voordat het gevoel overheerst, het gaat wat kosten, dan moet je toch wel zeggen de positieve insteek maar kiezen. Heel vereerd dat ik hier vandaag met de Unipet op wat mag zeggen, dus ook als bestuurder. Komt een iets ander verhaal dan wij net hebben gehoord, dat was allemaal high-tech. Toen dacht ik ook van, hoe verzinnen ze het als eerst deze crème de la crème van de samenleving hier aan het woord laten om dan een arme filosoof te laten vertellen dat er meer in deze wereld is. Maar er is wat meer en dat is dus ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Nou, ik ga wat op die samenwerking in. Daarom denk ik dat het wel goed is dat we even Nederland helder in beeld brengen, wat wij zijn. Dat wil nogal eens een verbrokkeld beeld geven. Elke overheid zijn eigen verantwoordelijkheid en laten we zeggen dus ook zijn eigen doelstellingen erin. Dat geldt ook voor de waterschappen en dan zeker als we naar de primaire keringen kijken. Alle bedijkeringen en ieder verschans zich dan gezellig achter zijn dijkeringen zorgt ervoor dat dat allemaal voor elkaar is. En dan heb je het gehad, want het doel dat wordt dan eens een keer getoetst en je krijgt de pluim of net nog niet. Ik denk dat we iets anders tegen Nederland aan moeten kijken. En dat dat ook belangrijk is voor de nabije toekomst. En zeker ook als het nieuwe Deltaplan van Kees Veerman uitkomt. En een hele hoop besluiten het komende jaar ook een beetje onder die paraplu genomen zal moeten worden. Laten we Nederland maar eens anders definiëren. Eén grote delta. En mondiaal gezien zijn wij wellicht de veiligste delta ter wereld. Maar we moeten dat ook blijven. En dat is niet zomaar verzekerd. En zeker niet wanneer we de nieuwe benaderingswijze gaan toepassen, namelijk de risicobenadering, dat kans en gevolgen aan elkaar gekoppeld worden. En aan New Orleans hebben we gezien wat voor desastreuze gevolgen een moderne overstroming, laat ik het maar zo zeggen, kan betekenen. Totale verlamming, dus dat moet iets betekenen. We moeten samenwerken en dan hebben we gelukkig een geweldige initiator daarvan en dat is de Europese Unie met de nieuwe richtlijnen. We kennen de kaderrichtlijn water al. De hoogwaterrichtlijn die is nu bezig dus ons land binnen te komen, Europa binnen te komen. En daar zitten een paar principes in die grensoverschrijdende betekenis gaan hebben. Zoals de waterschappen ooit de provinciegrenzen zijn overgestoken. Dat gaf wat commotie, maar dat gebeurt gewoon. Zo gaan we dus ook de landsgrenzen overschrijden. Dat zal bij nationalisten ook wel wat commotie geven, maar het gebeurt gewoon, het moet en dat kan met name het waterbeheer kan daar behoorlijk leidend in zijn om de zegeningen daarvan duidelijk te maken. De Europa met zijn richtlijnen dwingt tot internationale samenwerking en er is een heel mooi basisprincipe dat ons over de grenzen, over alle grenzen heen, ook de interne landelijke grenzen in Nederland heen werkt en dat is het principe niet afwentelen. Je mag dus de ellende stroomopwaarts, niet zomaar, laten we zeggen, stroomafwaarts afwentelen. Ik ben veilig en beneden zoeken ze het maar uit. En dat geldt dus ook voor alle delen in Nederland. En dit is niet alleen een zaak van, laten we zeggen, nationale entiteiten die hier een verantwoordelijkheid krijgen. Ik denk dat wij dat ook als overheden hier in Nederland met elkaar moeten doen. De rivierbeheerder, die moet niet denken van de dijkbeheerder lost het maar op en andersom. En dat wil toch nog wel eens. Vooral als iets echt Nederlands voor de dag komt, namelijk kost het wat, dan willen we graag eens even naar een andere kijken.
Nederland is ingedeeld in dijkringen, een dikke 50. Nou, die kennen we allemaal wel. Met eigen veiligheidsniveaus. De discussie of dit het nu is, dat komt in de loop van de komende jaren wel weer, de huidige normering. Er is een grote verleiding om te denken dat voor de veiligheid je vooral binnendijks moet kijken wat een ramp die van buitenaf over ons heen komt betekent. De neiging om ons af te vragen hoeveel mensenlevens in een dijkring zijn in het geding. En hoe groot is de economische schade, en dat is dan natuurlijk vooral woningen, gebouwen, levende haven, ga zo maar door. Maar er is eigenlijk veel meer aan de hand, en dat is niet meer binnendijks op te tellen. Nederland wordt doorkruist door een enorme infrastructuur, wegen, spoorlijnen en ga zo maar door, maar ook allerlei leidingwerken. Een overstroming in het ene gebied kan desastreuze gevolgen hebben, ook voor het andere gebied. Er is dus sprake van een steeds sterker wordend bovenwaterschappelijk belang. Nu kennen we dat in de financieringssystematiek al. Het Rijk en de waterschappen werken daarin samen. Het Rijk betaalt de aanleg van waterkeringen, wat ook daaronder mogen worden verstaan. En de waterschappen zijn verantwoordelijk voor beheer en onderhoud, althans de primaire keringen. De regionale mag het waterschap alles doen. Ik denk dat het van het grootste belang is om dat bovenwaterschappelijke belang nog eens in beeld te brengen. Rotterdam onder water, Twente failliet om het maar eens even simpel te zeggen. En de Tukkers die komen er niet meer vanaf, als het aan mij ligt tenminste, er zijn er wel een paar die met mij denken, van wij liggen lekker boven strooms, als ze daar het niet meer houden kunnen, dan komen ze ook nog maar gezellig hier wonen, dat is goed voor de economische ontwikkeling. Denk er wel om, de hooggelegen delen in Nederland, die hebben een belang bij de veiligheid van laaggelegen delen. Nou, logisch dat dan ook het ministerie van Financiën daar wat aan doet, namelijk het bovenwaterschappelijk belang primaire waterkeringen meebetalen. Alleen die financiering gaat wat lastig, er komen nieuwe normeringen komen eraan. We moeten in ieder geval voorkomen dat laten we zeggen, de budgettering bepalend gaat worden voor het veiligheidsniveau en dat drijft partijen naar elkaar toe, zo ook de waterschappen en niet zomaar is daarom ook een financieringsdiscussie losgebarsten, nou, die kent u wel. Het rapport van Pierre Vellinga. Nou, ik ga u niet vertellen hoe die uit moet pakken. Daar komen we met elkaar op een of andere wijze wel uit. Maar ik wou maar zeggen, hier is iedereen in het geding. Kun je niet meer tot je eigen kleine club beperken. Dit is een discussie die Nederland gewoon moet voeren ten behoeve van die gehele delta. Nou, wat we niet moeten doen, dat gebeurt nog alles, dat is problemen vertalen in structuurdiscussies. Daar is Nederland geweldig goed in. Als een zaak alleen maar een kwestie is van knelpunten wegwerken, dan is het een beetje rammelen aan de cultuur van de mensen die erin betrokken zijn. Wij vertalen dat nogal eens gelijk in stelseldiscussies en structuurveranderingen. Nou, kijk maar wat er in het onderwijs is gebeurd, bij de politie, de zorgen gaan zo door. Ik denk dat je de discussie maar het beste kunt voeren door te zeggen, we gaan het niet de nieuwe uitdagingen vertalen in stelseldiscussies. Laat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het grote verband maar liggen waar ze nu ook zitten. En verander alleen maar als het heel logisch is dat het moet veranderen. Hè. Dus je moet eigenlijk vanuit het werk, vanuit de toepassing, vanuit de techniek, vanuit en ga zo maar door, moet je de zaak aanzwengelen. En dan volgt structuur, volgt wel werk. Dan in die verantwoordelijkheden en bevoegdheden waarvan ik zeg van laat die eerst even waar ze liggen. Die moeten dan wel weer in één groot verband van samenwerking, van met elkaar optrekken worden gebracht. Een mooi voorbeeld hiervan is ruimte voor de rivier. In de tijd dat boven en beneden rivieren allerlei plannen zaten uit te werken, hebben overheden daar gezamenlijk bestuurgroepen bevolkt. We hebben met elkaar hebben de plannen hebben we opgezet, terwijl de rivierbeheerder eigenlijk aan zet was. Die heeft gezegd van alleen maar dijk versterken doen we niet, we moeten die rivier ook wat meer bergingscapaciteit en doorstroomcapaciteit geven. En toch hebben we gezegd dat moeten we als overheden gezamenlijk moeten we dat oppakken. En dus de rivierbeheerder, de dijkbeheerder en de ruimtelijke ordenaar, die hebben daar met elkaar hebben ze aan de plannen gewerkt en het doorvertaald naar het PKB. En daar zijn we dus nu bezig 40 ongeveer concrete projecten invulling te geven, waarbij het Rijk ook weer zegt van als iets regionaal kan worden verder uitgewerkt, dan dragen wij ook graag het stokje over aan de regionale verantwoordelijken, dus gemeente, provincie, waterschappen, en zoek dan zelf maar uit wie daar het primaat in heeft. Dat vind ik een hele goede manier van samenwerken. Ook zoek werk met werk. Nou,
Nog even op een paar niveaus wil ik iets meer van zeggen. Veiligheid en provincies. Op dit moment, dat is wettelijk gezien ook zo gebleven, is de provincie op een aantal terreinen toezichthouder op de waterschappen. Mooi zo laten. Maar op het gebied van de primaire waterkeringen heeft ook het Rijk een behoorlijke bevoegdheid. Het Rijk is wetgever en normeert. En je zou het principe kunnen loslaten dat degene die normeert, dat die ook maar moet handhaven of degene die verantwoordelijk is voor het toepassen van die normen, of die er ook wel aan voldoet. Nou, de toetsingen lopen nu nog via de provincies richting Rijk en daar mag ook de inspectie er wat van vinden. Je zou je een figuur kunnen voorstellen dat het een 1-2'tje wordt van waterschappen met het Rijk bij de primaire waterkeringen. Maar goed, die discussie die loopt en dat moet ook zijn beslag krijgen in de waterwet die nu in de Tweede Kamer ligt. Toch blijven de provincies duidelijk in beeld, want de primaire keringen liggen nog altijd in een ruimtelijk veld. En dus die ruimtelijke inpassing van dijkversterkingen, van dijktrajecten, daar is de provincie bij nodig. Net zo goed overigens als ook de gemeente in bestemmingsplan. Maar ook als straks Kees Veerma komt met een beltenplan, als wij opnieuw gaan nadenken over de normering en alle gevolgen van die klimaateffecten gaan inpassen in de veiligheid, dan moet je er maar rekening mee houden dat allerlei technische veiligheidsmaatregelen ook een ruimte op beslag krijgen. Bijvoorbeeld in reserveringen en zo. Dus ook daar zijn de provincies hard nodig. Kortom, ga niet met de rug naar elkaar toe staan, begin geen competentieconflicten. Maar bekijk vanuit beide verantwoordelijkheid hoe je elkaar kunt versterken. Eén waar ook beslist wat mee moet gebeuren, meer mee moet gebeuren dan tot nog toe, dat is de samenwerking Rijkswaterstaat en de waterschappen. Dat loopt nu nog behoorlijk langs elkaar heen. We hebben namelijk het land zo mooi verdeeld. Hè? De grote strategische wateren die zijn van het Rijk, de rivieren IJsselmeer, Noordzee, Waddenzee. De verbindende schakels, de beweegbare dammen en zo, daar in het zuidwesten, de Maaslandkering en de Afsluitdijk, die zijn ook mooi van het Rijk. En voor de rest zijn de primaire keringen voor het waterschap. Nou ja, je kunt netjes naast elkaar opmarcheren en het leven gaat wel door. Maar ik denk dat dat niet meer kan. We moeten meer samen optrekken en ook institutioneel. En ik ben daarom ook blij dat Rijkswaterstaat als een soort Rijkswaterschap nu wordt meegenomen in het, de bestuurlijke structuur van de Unie van Waterschappen. Het Rijk gaat meedoen, technisch op het niveau van de werkgroepen. En bestuurlijk op het niveau van de commissies die wij als Unie hebben. En dat lijkt me een hele goede zaak dat dus op landelijk niveau wij elkaar vinden en elkaar gaan versterken. En dit moet ook op allerlei projectniveau moet het gaan gebeuren. Waarbij straks het deltaplan, waarbij hopelijk ook Kees Veerman zegt, we zijn één grote delta op elkaar aangewezen, ook Rijkswaterstaat en de waterschappen naar elkaar toe drijft. En nou, als we die mooie technologie gaan toepassen, dan is het ook wel iets van alle waterkeringen zijn in beeld. Een beetje nog wat verder uitgewerkt. Nou, de primaire keringen zijn er voor de veiligheid, zoals het mooi heet. Dan hebben we ook nog de regionale keringen, dat heet dan netjes overlast en schade. Deze strikte tweedeling is niet langer te handhaven. Als je alleen al kijkt dus weer naar het bovenwaterschappelijk belang, de plaats van onze grote infrastructuur, de snelwegen, de spoorwegen, dat doorkruist al die keringen. Dus het onderscheid tussen die twee is betrekkelijk. En ik denk dat we daar in de normering ook even heel goed rekening mee houden. Van, dat het niet alleen dus de binnenschade is wat we moeten doen, maar ook de buitenschade. En dit doet zich met name ook voor, als we eens kijken naar de wake-up call die New Orleans voor ons is. Een overstroming kan eigenlijk niet meer. Het leidt tot een volledige traumatisering van de hele regio en verder dan alleen het overstroomde gebied. Probeer New Orleans nog maar weer eens op te bouwen. En je moet eens voorstellen dat zoiets gaat gebeuren in Noord-Holland of Zuid-Holland, om maar eens een gebied te noemen als dat eronder gaat. Dan is eigenlijk heel Nederland verlamd en Joost nog weten hoe lang. En daar moeten we dus ook in het inpassen van de regionale keringen moeten we daar rekening mee houden. En die hebben ook te maken dus met dat grote bovenwaterschappelijke belang. Nou, en hier ligt, om daar wat handen en voeten aan te geven, een gemeenschappelijke taak van de koepels, IPO, maar ook Rijkswaterstaat en dan de Unie. Maar dit moet dus ook op regionaal niveau, moet dit van alles gaan betekenen in de samenwerking. Nou, een paar woorden over toetsing, inspectie van de primaire keringen. Nou, het lijkt geen twijfel natuurlijk dat we uniformiteit moeten hebben in de uitvoering van die toetsing. Nou, daar wordt dan op landelijk niveau van alles aan gedaan. En hier komen we
een knelpunt tegen. Dat me alles wat hilariteit oproept. En zelfs in eigen kringen, aan Vrijling hoor ik daar ook wel eens, laten we zeggen, wat meesmuilend over praten. Namelijk een tussencategorie tussen veilig en niet veilig. We weten zoveel niet. En dan zitten we wat verlegen om ons heen te kijken. En tot nog toe hebben we dan bij de toetsing hebben we gezegd, voor ongeveer 30% van de keringen, we hebben hier geen oordeel over. Dit is een beetje misleidend, want over die keringen weten we heel veel wel. Eigenlijk moet je zeggen, we hebben nog niet voldoende oordeel. Maar ja, als wij allerlei nieuwe technologie gaan invoeren en dus ook eens nog verder in die dijk kunnen kijken, dan rekenen we wel op dat meer weten buitengewoon ongelukkig maakt. Want er zullen heel wat dijken waarvan we denken, nou, daar redden we het wel mee, die zullen dan opeens toch weer allerlei mankementen vertonen. Of dijken waarvan we het gevoel hebben, wat liggen die er lekker stabiel bij, en opeens blijken ze te bewegen. Ja, eigenlijk zou je dan bijna alle dijken onder de categorie nog geen eindoordeel of zo moeten brengen. En daar komen we niet mee. Dus ik denk, dat hebben we ook in het hoogwateroverleg landelijk onder leiding van de staatssecretaris het erover gehad. Die categorie niet, geen oordelen moeten vanaf, daar moet je een ander woord voor bedenken. Maar eigenlijk moeten we ook te gemakkelijk rubriceren onder die categorie, daar moeten we ook vanaf. Laten we maar wel een oordeel uitspreken. En ja, nu kom ik eigenlijk met iets wat helemaal in strijd is met die high-tech waar jullie nu mee lopen te leuren. ik wou toch nog, laten we zeggen, iets heel anders eens even in beeld brengen. Namelijk ervaringskennis of historische kennis rond de waterkeringen, die ook wel wat zegt. Als er al 10 keer heel hoog water tegen een dijk aan heeft gestaan en ook nog eens een keer met een paar dikke golven, en die is niet bezweken, en dan opeens dan meten we en rekenen we wat en we zeggen we weten het eigenlijk niet. Nou ja, doe maar. Nou, maar daar hebben we ook wat voor, namelijk het beheerdersoordeel. En daar hebben we landelijk ook een afspraak over gemaakt. Het beheerdersoordeel moet een veel zwaarder gewicht krijgen. Dat eist wat herwaardering of herweging. En dan moet je natuurlijk niet met, laten we zeggen, we lopen er nog een keer langs, we kijken nog eens naar de grasmat en dan zeggen we net zo groen als vroeger, dus hij redt het wel. We hebben natuurlijk wel wat meer nodig dan dat alleen. Maar eigenlijk is de ambitie die we nu hebben in het hoogwateroverleg dat als de volgende inspectieronde afgelopen is, dat de term geen oordeel is weggewerkt, maar dat ook de categorie helemaal is leeggetrokken. En dat wij wel een oordeel over al die keringen hebben. En dan is het ook helemaal niet erg om te zeggen dit is een voorlopig oordeel, want dan krijgen jullie toch weer vol op je kans. Dan komt namelijk allerlei nieuwe technologieën in beeld en ik ben daar ook diep van onder de indruk wat er allemaal mogelijk is en ik verwacht er ook heel veel van. En dan voeren we rustig die technologie voeren we in, misschien ook wel gericht, de zachtste plekjes, de zachtste schakels die pakken de eerste aan. Misschien moet het hele toetsenregime nog wel eens over de kop, elke zoveel jaar alles. Dan misschien kun je ook heel dynamisch zeggen van de meest riskante plekken zoals die voor de dag zijn gekomen, die pakken we eerst maar eens en die pakken we veel vaker. En andere dijken die er heel stabiel bij liggen en waar in de normering ook niet zoveel mis mee is. Nou, laat die nog maar eens even liggen, dan concentreren we ons eigenlijk op de gevaarlijkste punten. En dan mag nieuwe technologie ook rustig gevaar laten zien. Dan krijgen we een veel dynamischere uitvoering van die toetsing. En ook hier weer, zou ik zeggen, Rijkswaterstaat en waterschappen, steek de koppen bij elkaar. We hebben allebei belang bij die nieuwe technologie. We zijn ook op elkaar aangewezen, als je het over die verbindende schakels hebt en die keringen erachter, van hoe het een en hoe het ander er allemaal uitziet. Ook die beweegbare keringen is van alles mee aan de hand. Bij de Maasstandkering dachten we ook van dit is een wereldwonder, de rest, alles wat erachter ligt is veilig. En dat nare ding, dat doet het dan niet helemaal goed genoeg. En de faalkasanalyse eroverheen en dat valt tegen. En voordat jullie nu denken van hij gaat hier een beetje sardonisch zitten te lachen om een ander, dat is Rijkswaterstaat, ook mijn eigen balkstukering. Daar is in de faalkasanalyse nog wel wat aan te doen. Dus we hebben zelf ook mee te maken als waterschappen. En ik ben al blij dat bij die beweegbare keringen we nu ook een clubje hebben gevormd van beheerders, Grootsalland in dit geval samen met Rijkswaterstaat. Eigenlijk moet de omgekeerde volgorde aanhouden, maar ik ben toch wel een beetje tevreden, jezelf af en toe daar mee. Dat we samen dus ons buigen over die risicobenadering, over de waarschijnlijkheidsberekening, de faalkansanalyse, ga zo maar door. We horen bij elkaar, dus er is wat dat betreft heel veel meer mogelijk. Nou kijk, dat was hem. We laten hem daarbij staan. Dus credo is dus van niet met de rug naar elkaar toe, zoek elkaar op, erken uiteraard elkaars verantwoordelijkheden, maar weet
dat Nederland die ene hele grote delta is die we gezamenlijk veilig houden. En daar heeft dus inspectie als onderzoeksinstrument een hele zware rol in te vervullen. Bedankt. Dankjewel, Sieven. Het was inderdaad zo. Je sprak als voorzitter van de Unie. Ik heb het duidelijk gehoord. Ik denk dat ik er nu niet op inga. De verleiding is wel groot hoor. Maar dat doe ik even niet. Dat is niet verstandig.